voor Nederland. En dat begon zoals voor veel 19e-eeuwse kunstenaars eerst met de schilderkunst van de 17e eeuw. Dus veel van die kunstenaars, niet alleen uit Duitsland, maar ook uit Engeland en zelfs uit Amerika, die trokken naar Nederland, die bezochten Den Haag, het Mauritshuis, of die bezochten Haarlem, het huidige Frans Hals Museum, of die bezochten Amsterdam, het Trippenhuis, of later het Rijksmuseum, om daar de 17e eeuw, de Nederlandse 17e eeuw, te bezoeken. Ze gingen dan echt op bezoek in het land van Rembrandt. Pauze in het Amsterdamse Weeshuis uit begin jaren 80 van de 19e eeuw uit het Stedel Museum in Frankfurt. Een schilderij dat eigenlijk nooit van zijn plek is geweest sinds het daar hangt. Dat nu dus eigenlijk voor het eerst uitgeleend is aan het gemeentemuseum. Maar het aardige is aan het einde van de 19e eeuw dat er in Nederland weer een, je zou kunnen zeggen, een tweede gouden eeuw opkomt. De Haagse school en daarmee later de slipstream de Amsterdamse school met Breitner en Isaac Israels. Die Haagse school die heeft heel veel betekend voor de, je zou kunnen zeggen, de emancipatie weer voor de moderne schilderkunst in de 19e eeuw uit Nederland. Dat was te zien op allerlei belangrijke tentoonstellingen in het buitenland en daardoor ontstonden contacten. En Den Haag was daarbij het speel. En met name de Nestor Jozef Israels. En Lieberman en Jozef Israels komen met elkaar in contact, raken bevriend. En Lieberman komt daardoor een aantal keren naar Den Haag, bezoekt de familie Israëls, ook de jonge zoon Isaac. Dat zult u ook zien, de wisselwerking tussen Lieberman en de Israëls, zowel vader Jozef als zoon Isaac, is groot, beide kanten op. Dus zowel Lieberman wordt beïnvloed door Israëls als andersom Isaac wordt beïnvloed door Max Lieberman. Een fantastisch mooi schilderij van onze collega's uit Essen, Volkwang Museum. De Papegaaienman uit 1902, bijzonder mooi schilderij van een fenomeen dat we nu niet meer kennen. Een man die met papegaaien bezet door Artes liep en daar dus de bezoekers en vooral de kinderen heel dicht bij die beesten bracht. Heel mooi schilderij. Nederlandse musea, maar nu is die nadruk heel erg op die connecties tussen Lieberman en Nederland en tegelijkertijd Lieberman in context van zijn Duitse tijdgenoten. Want in Duitsland ontstond heel vroeg een soort impressionistische beweging nadat de Franse impressionisten zoveel indruk maakten in Parijs. En dat is wel echt een andere situatie met Nederland. In Nederland is dat impressionisme eigenlijk helemaal niet geland. Heeft het eigenlijk overgeslagen? Je ziet dat pas dat stippelen, dat pointillisme, dat heeft een raakvlak in Nederland, met name bij Jan Toorop. Heeft u misschien een paar jaar geleden in onze grote Jan Toorop tentoonstelling kunnen zien. Maar in Duitsland is dat heel anders. Sterker nog, Duitsland is het land waar het eerst musea impressionistische schilderijen verzamelen. Het zijn de eerste musea die de Franse Van Gogh verzamelen. En daarmee zijn de Duitse musea echt duidelijke voorloper binnen Europa, ook ten opzichte van Frankrijk. Dat zijn dus allemaal bijzondere werken die zelden of nooit de musea waar ze eigendom van zijn verlaten. En het is ons gelukt om dat hier wel te doen. En waarom is dat gelukt? Uiteraard omdat we veel met onze Duitse collega's samenwerken, maar vooral ook denk ik vanwege een andere reden. En dat is Den Haag. Of je zou kunnen zeggen Scheveningen. Of Scheveningen en Den Haag. Samenwerken met de Duitse collega's voor deze tentoonstelling was een groot goed. Het was belangrijk om dit mogelijk te maken. En het geeft een heel mooi divers beeld van die periode aan het eind van de 19e eeuw.
In het geval van Lieberman is het helemaal interessant, want zoals het altijd gaat, kunst en politiek, dat beïnvloedt elkaar. En wat je natuurlijk krijgt in 1870 is een oorlog tussen wat we tegenwoordig Duitsland noemen en Frankrijk. De Duitsers zijn daar sterker in, verslaan de Fransen. En er ontstaat meer dan een competitiestrijd, ook in de kunst, tussen Franse en Duitse kunstenaars. En Lieberman is een van de weinige kunstenaars die daartussen switcht. Dus die met gemak tentoonstelt in Parijs, zich ook laat beïnvloeden door de Franse kunst en andersom ook weer in Duitsland toont. En dat, je zou bijna kunnen zeggen, maakt hem tot een echt Europese kunstenaar. Hij trok naar Duitsland, hij trok naar Frankrijk, hij trok naar Nederland. Hij bezocht verschillende Europese landen. En dat is bijzonder aan zijn kunst. En dat maakt het natuurlijk ook heel wrang dat hij uiteindelijk niet letterlijk zelf een slachtoffer wordt van de nazi-regime in de jaren 30 in Duitsland. Hij komt net op tijd, zou je kunnen zeggen, te overlijden. Maar zijn vrouw heeft dat zeker gevoeld. Ze moest het huis verlaten. Hij kreeg geen staatsbegrafenis meer. Zijn vrouw heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Een gruwelijk einde aan een van de grootste en belangrijkste kunstenaars van rond de 1900 in Duitsland. En dat alles hebben we hier kunnen tonen op een hele bijzondere manier in de zalen van het gemeentemuseum. Heel mooi vormgegeven door de vormgever waar we veel mee werken, architect Roland Boesman. En het is een tentoonstelling waar u niet alleen werken van Lieberman ziet, maar ook van tijdgenoten. En er is één werk dat u misschien in eerste instantie de wenkbrauwen moet fronsen. Dat is een beeld. Tussen al die schilderkunst en al die tekeningen staat ineens een pontificaal een beeld van Rodin. En de reden daarvan is dat Lieberman, dat zit zo mooi al in die naam van die man gevat. Die man was niet alleen een grote kunstenaar, maar was ook een echte liefhebber. Een liefhebber van de schilderkunst, een liefhebber van de kunst. En hij had een grote verzameling, onder andere Franse impressionisten. En hij hield enorm veel van de kunstenaar Rodin, de beeldhouder Rodin. En dat één bepaald beeld, dat wij hier ook in het gemeentemuseum moeten tonen, wilde hij heel graag in zijn tuin hebben. En vandaar dat hij in de zaal met de tuinstukken pontificaal staat. Dat geeft een heel mooi extra element aan de tentoonstelling. Is dat het gemeentemuseum in aanloop naar deze tentoonstelling ook heeft ontdekt dat we een Lieberman in de collectie hadden. Een pastel, dus een krijttekening van Lieberman, die ons een poosje geleden is geschonken en waarvan we niet zeker wisten of die van Lieberman was. Maar door de samenwerking, onder andere met het museum Lieberman Villa am Wannsee uit Berlijn-Potsdam, hebben we kunnen vaststellen dat die pastel echt van de hand van de meester is en hij hangt daarom ook uiteraard trots in de tentoonstelling. We zijn heel blij dat we dat werk geschonken hebben gekregen en dat we dat hier op deze tentoonstelling zo mooi kunnen tonen. En zoals u van ons gewend bent, of sommigen van u weten, bij grote tentoonstellingen organiseert het gemeentemuseum meer dan alleen een catalogus voor volwassenen. Dan maken we ook een boek voor de kleintjes en ook voor de grote. Want wat is leuker dan dit voor te lezen? In samenwerking met uitgeverij Leopold, de kinderkunstboekenserie van het gemeentemuseum. Het deel dat verschijnt bij deze tentoonstelling, Lieberman, de zee van meneer Max. Geschreven door Koos Meinders en geïllustreerd door Annette Fiek. Ongelooflijk mooi, rijk boek. Dat ook in de tentoonstelling aandacht krijgt.